deze sprankelende klanken van het Ypres Kinderorkest komt de oudste groep trommelaars aan bod. U weet dat ik normaal toelichting geef bij de gespeelde werken, maar laten we zeggen, de trommelaars waren nogal karig met hun info die ze me doorgaven. Ik citeer even de info voor het volgende werk. The Munster Under My Bed is een eigen creatie van Matthijs De Vlo en de trommelaars. Punt. En de titel past ook goed in het thema. Punt. Goed. Of zoals ze bij de Bond zonder naam wel eens durven te zeggen, doen is een betere vorm van praten en de trommelaars voegen de daad bij het woord. Uw applaus voor The Munster Under My Bed onder leiding van trommelinstructeur Matthijs De Vlo. Na de kunstige ritmiek van de oudste groep trommelaars is het nu de beurt aan de jeugdharmonie. De trommelaars verwelkomen u samen met ons Kramikkels aan de hand van Our Director, een plechtige mars van de Amerikaanse componist Bigelow. Frederick Ellsworth Bigelow componeerde deze bekende mars voor de dirigent van een bevriende brassband toen vermoedelijk nog weinig volk in deze zaal geboren was in 1892, zowaar. 1892. U voelt het, ook ons Kramikkels is op zoek naar muzikale vernieuwing. Retro is de toekomst. Our Director werd zodanig populair dat allerlei scholen, verenigingen, clubs en andere organisaties het middengedeelte uit het nummer voor eigen gebruik opnamen. Ook tijdens Wereldoorlog 1 werd het trio-gedeelte van deze mars ingezet als patriotisch strijdlied voor de vrijheid. Dames en heren, hier zijn de trommelaars en ons Kramikkels onder leiding van hun director, Peter Lurwa.
Het tweede werk van de jeugdharmonie heet Take Center Stage van de Canadese componist Douglas Court. De titel van dit werk betekent letterlijk ga in het midden van het podium staan en dat is precies wat de jeugdharmonie hier doet. Graag uw onverdeelde aandacht voor Oscar Mikkels met Take Center Stage, ga in het midden van het podium staan. Thank you.
Attack from Outer Space, de titel van het volgende nummer, is een arrangement van dirigent Peter Leroy himself, waarbij hij een drietal werken van componisten Gorgum en Pritchett combineert. De titel verraadt het al, onze aarde is onderhevige aan een heuse alien-invasie. Als je goed luistert, hoor je in dit stuk de ruimtewezens meedogenloos voorbij marcheren. Als je goed kijkt, dan zie je ze misschien wel. Ons Kramikos, met Attack from Outer Space. Thank you.
alsof een aanval uit de ruimte niet voldoende is, worden we in het volgende werk achtervolgd door dwalende zombies. Dit nummer is getiteld Return of the Living Dead en is opnieuw een arrangement van Peter Lerwa. In dit werk zetten de zombies hun beste beentje voor om een Latijnse tango ten toneel te voeren. Zou dit een autobiografisch werkje kunnen zijn van Peter Lerwa bij nacht? U kunt het hem zo meteen zelf vragen, aangezien dit meteen het laatste nummer voor de pauze is. Na dit werk kunt u eventjes de benen strekken, een babbeltje slaan en een drankje drinken. En hiervoor zullen bonnetjes verkrijgbaar zijn aan de kassa, achteraan rechts bij Luc en Herda aan zeer democratische prijzen. De pauze duurt zolang jullie dorst hebben, maar we zouden toch graag voor middernacht deel 2 aanvatten. En Chris gaf daarnet nog mee dat 20 minuten ook zou moeten volstaan, dus we gaan het op een 20-tal minuutjes houden. Nu kunt u nog eerst genieten van Return of the Living Dead van Peter Lerwa met ons Chronicles. Thank you.
Het tweede deel van het Lenteconcert werd zo net pittig ingezet door de tweede niveaugroep van de trommelaars. Ook hier blijven we liever karig met informatie. Midnight Drum is een stukje dat oud trommelinstructeur Joren nu in het verleden schreef en nu werd gebracht in een tweestemmig arrangement van Matthijs de Vloe. Nu is het opnieuw de beurt aan de jeugdharmonie. Hun eerstvolgende nummer heet Pure Evil, gecomponeerd door Stanridge & Barrett. Aan de hand van opzwepende klanken probeert de jeugdharmonie ook in het tweede deel van het concert kwaadaardige kwaadduivels aan te roepen uit de verste uithoeken van de wereld. Dat lijkt hen aardig te lukken, want in dit werk hoort u zelfs de onversaagde strijdkreten van de Japanse samurais. Dames en heren, hier is Onkra Mikkels onder leiding van dirigent Peter Leroy met Pure Evil. Thank you.
Met het volgende nummer, As the Moon Whispers, kunnen we alle spanning even laten varen en gemoedelijk achteroverleunen. Jen Benjamin G.O., een componist uit Singapore, u ook wel bekend vermoedelijk, Benjamin G.O., hij beeldt in dit werk het muzikale verhaal uit van een jonge knaap die zachtjes in slaap dommelt onder zijn slaapkamerraamzwaar. De gemoedelijke gloed van de volle maan fluistert de jongen tedere woordjes toe en beschermt hem tegen nare nachtmerries. Een soort van sprookje in combinatie met een slaapliedje dus. Dames en heren, droom eventjes heerlijk weg, maar blijf toch nog eventjes wakker bij As the Moon Whispers.
Odyssey, het volgende werk, is van de Amerikaanse filmcomponist Jay Chataway. U kent hem kennen van zijn muzikale oeuvre voor de Star Trek-series. Ons Kramikkels speelt vanavond Odyssey naar het epische dichtwerk van de Griekse dichter Homeros. Nu, ik dacht even, we gaan dat gedichtje een keer opzoeken, Odyssey, om voor te dragen. Maar aangezien het over welgeteld 24 boeken gaat en de avond nog relatief lang is, doe ik dat dus maar niet. En ik hou het op een korte samenvatting. Odyssey gaat over de zwerftocht van de held Odysseus na afloop van de Trojaanse oorlog en zijn thuiskomst op het eiland Ithaca. Zo, dat weten jullie nu ook weer al. Mogen de zeegoden en waternimfen voor wind in de zeilen en een behouden thuiskomst zorgen, Odyssey.
Na Griekenland vervolgen we onze griezeltoer naar het zuiderste Italië. Omerta is geschreven door de u welbekende Ypres-componist Peter Leroy. Ik heb zelf al de eer gehad om Peter Leroy een aantal keer te mogen spreken. Hij spreekt niet enkel één woordje Italiaans, Omerta dus, maar ook West-Vlaams en dat gesprek viel relatief goed mee. Omerta vertelt het verhaal van de grimmige Italiaanse maffia. Omerta betekent immers geheimhoudingsplicht. Een belangrijk deel in de erecode van de Italiaanse georganiseerde misdaad. Met het oog op de internationale doorbraak van componist Peter Leroy klinkt Omerta natuurlijk iets werelser dan geheimhoudingsplicht. O wie de ongelukkigen die de Omerta verbreken, hen staat een dodelijke verheldingsactie te wachten. Laten we het zeker voor het onzeker houden en stilzwijgend genieten van Omerta onder leiding van niemand minder dan Peter Leroy! Thank you.
80's Flashback, het volgende werk dat de Jeugdharmonie voor u uitvoert, is een medley van enkele bekende hits uit de jaren 80. Zijn er hier mensen in de zaal die bewust de jaren 80 meegemaakt hebben? Ja, toch nog een paar. Goed, we gaan een kleine quiz houden. Een medley, dat betekent dat we meerdere nummers gaan spelen. 5 bekende wereldhits uit de jaren 80. Ik geef zo meteen de titel en jullie vermelden de uitvoerder. Ik heb afgesproken dat er ook een prijskamp is, dus als je de juiste titel heeft, dan kun je een pintje krijgen aan de bar aan de prijs van een pintje begin de jaren 80. En ik weet niet of dat er nog iemand herinnert hoeveel dat kostte. Meneer, pintje begin de jaren 80. Ik kan zeggen 16 frank of 40 eurocent. Nu concreet, dus als je prijs gaat afhalen, moet je ook je 16 frank kunnen aan de toog leggen. Eerlijk is eerlijk. Goed, we starten de quiz. De eerste is een weggever thriller. Ja, iedereen juist. Goed. Een tweede is een zo'n beetje een fout blijde nummer, Time After Time. Cindy Lauper, zeer goed meneer. Goed. De derde is ook een weggever, Eye of the Tiger. Survivor. Survivor. We zitten daar met een sterk duo, houden ze in de gaten. Goed, we zijn er bijna nog 2 nummers te gaan. Ook een beetje fout rock ging ik zeggen, toch wel, ja, inderdaad. You Give Love a Bad Name van... Bon Jovi. Nee, John Bon Jovi. Ja, goed. En tot slot... Wat lief? Is Bon Jovi? Ah, excuseer, goed. Ja, oké, okay, wat ging net zeggen, dan is het een pintje van mij als je fout zegt, maar het is goed. En tot slot, een zeer moeilijke van ikzelf, want ik wist het niet. Up Where We Belong. Joe Cocker, alsjeblieft, voilà. Fantastisch publiek die heel bewust de jaren 80 mee gemaakt heeft. U hoort het, kinderen uit de jaren 90, de millennials en nog jonger dan dat, die jaren 80, die moeten muzikaal wondermooi geweest zijn. Goed, dit is puur genieten met 80's Flashback. Thank you.
Gelukzalige, nostalgische glimlach in de zaal was duidelijk te zien wie wel en wie niet de jaren 80 meegemaakt heeft. Goed, dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van dit lenteconcert. De muzikanten, dirigenten en het bestuur hebben erg genoten van uw talrijke aanwezigheid. Wij hopen uiteraard dat u onze muzikale inspanning even goed hebt kunnen smaken. Ik ben een klein beetje te vroeg, want ik ging net een applaus vragen, omdat de meer serieuze info die ik hier vanavond gegeven heb, heb ik te danken aan Hannelore Plateeuw. Dus een applaus voor Hannelore, voor de serieuze info. Dus hier volgt een klein beetje serieuze info. Ons Kramikkels heeft er nog een laatste huiveringwekkende lap op met The Witching Hour, een nummer van Standridge en Mackie. Heksen verzamelen zich om klokslag 12 uur om allerlei boosaardige bezweringen uit te spreken boven hun kolkende toverketels. Daarna zoeken ze er vandoor op hun behekste bezemstelen voor een wilde dans met de gehoorende duivel. Dames en heren, geniet voor de laatste keer van de sinistere klanken die ons Kramikkels u bezorgt. Hier is The Witching Hour.
Een goeie avond iedereen, schepenen of schepen, Katrien de Zomer, vertegenwoordigers van de stad Ieper, ouders, sympathisanten en ook onze vele hulle sponsors. Het einde van een muzikale avond is alweer een feit en voor we het concert helemaal gaan afsluiten is het ook even tijd om een aantal mensen in de bloemen te gaan zetten. Ik dank eerst en vooral graag de stad Ieper die via de technische dienst, het cultuurcentrum en de cultuurraad ieder jaar financieel, logistiek de nood van de steuning heeft in de werking van ons Kral Mikkels, ICO en ook in het Lenteconcert. Hendrik achteraan, bedankt voor geluid en belichting. Ik zet ook dit jaar graag onze sponsors weer extra in de verf, mede dankzij hun financiële ondersteuning. Kan geïnvesteerd worden in nieuw materiaal, partituren, kostuums voor de harmonie. Dus wees onze sponsors in de komende weken, maanden, jaren zeker in jullie mind om hen te gaan, misschien terug te gaan doen. Het geld komt terug naar ons dus. En dan binnen de vereniging zijn heel veel medewerkers nodig achter de schermen. Ik denk hierbij binnen onze vereniging voornamelijk aan de mensen van het bestuur. Ook sinds kort onze pupillenverantwoordelijken die toch ook wel heel veel werk verzetten. En ik vind het altijd heel gevaarlijk om iemand persoonlijk in de schijnwerpers te gaan zetten. Maar toch Joost, zou ik je bij deze eens in de kijker willen zetten. Ik zou vooraan staan, ik recht, dat de mensen zien wie je bent. Maar We kunnen voor al onze grafische vragen bij je terecht ontwerpen en zo verder. Dat lijkt voor ons misschien niet veel werk, maar ik weet dat je veel uren aan de computer zit daarvoor. We vragen soms kleine dingen omdat ik er herwerken. Bij deze van harte bedankt daarvoor. En we zijn blij dat we op die talenten kunnen steunen en hopelijk nog veel mogen steunen. En we hebben nog een klein aandenkertje voor jou. Bert, ik wil jou ook van harte bedanken om ons deze avond weer met heel veel enthousiasme door het programma te werken. Ik vind het altijd heel ondankbaar om naast u te mogen komen, dus ik stel voor dat we volgend jaar eerst de bedanking doen en dat je dan het programma doet van het concert. Dus Bert, bij deze ook bedankt en ook voor jou een klein aandenken. In de voorbije maanden werd heel veel gerepeteerd met het resultaat dat we deze avond konden brengen, zowel bij het kinderorkest, bij het trommelkorps als bij ons Kramikkels. En dat kan niet zonder de vele energie erin gestoken wordt door onze dirigenten, onze trommelinstructeur. En eerst en vooral wil ik starten met Matthijs. Matthijs die drie groepen trommelaars onder zijn vleugels geeft. Even. Hij leert hem de eerste kniepjes van het vak. Het is eigenlijk zo dat we de jongste trommelaars de trommelmarsen leren met de bedoeling dat zij mee kunnen op straat, voor een straat optreden. Je hebt dat gezien, de iets oudere trommelaars leren al een aantal basis percussiewerkjes. En de oudere trommelaars worden verondersteld van de marsen te kunnen en wat meer percussie te doen. Dus bij deze Matthijs bedankt voor ook vele werk de voorbije weken en maanden. En ook voor jou een klein aandenken. En dan komen wij het Ieper's Kinderorkest, dat zijn onze jongste leden. Het wordt al laat voor veel van hen. Maar onze jongste leden leren voor het eerst samenspelen in het kinderorkest. En dit onder de leiding van onze immer enthousiaste Tine. Deze jonge bende zetten vandaag samen met het kinderkoor weer een puikenprestatie neer. En Tine, ook bedankt voor uw vele werk. Zowel tijdens repetities, achter de schermen en zo verder bij het kinderorkest. Ook voor jou een bloemetje dan.
ga je even, nog even laten wachten. Ik ga eerst aan het publiek bedanken. Dus allemaal bedankt voor jullie aanwezigheid. Het was heel tof met jullie erbij. Ga straks zeker nog niet direct naar huis, maar geniet nog van een gezellige bal, een drankje. We hopen jullie op een van de komende optredens te mogen verwelkomen. Als jullie al honger zouden hebben, we hebben nog wat koekjes over van onze jaarlijkse koekjesverkoop. Kan jullie misschien nog wel langer blijven hier. Maar zeer hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid. En dan komen we nu wel bij Peter. Peter, 10 jaar geleden nam je officieel het stokje over van Nele. Nele kon er deze avond ook jammer genoeg niet bij zijn. Het was een onbegonnen werk om te gaan uitrekenen hoeveel uren je al aan onze dirigentenpupiter stond. Of hoeveel verschillende muziekstukken we ondertussen speelden onder je hoede. Maar één ding zijn we zeker, het was altijd met heel veel enthousiasme, heel veel respect voor je muzikanten. En we hopen hier natuurlijk nog heel veel jaren van te mogen genieten. Want ook al die muzikanten hebben een grote bewondering en respect voor hun dirigent. We hebben eerst een flesje wijn voor je. Ik zou zeggen, Peter, loop zeker nog niet ver weg. Zet misschien de wijn ergens veilig aan de kant. Je weet, je bent meegeweest op kamp. Als je 10 jaar dirigent bent, dat je muzikanten mag vertrouwen. En dat door dik en dun. Ik heb hier een sjaaltje gekregen, zo net van Bert. En de bedoeling is dat ik jou ga blinddoeken. Blinddoeken, onze muzikanten hebben nog iets voorbereid. En het is in de maat van 3. De maat van 3, dat lukt u nog wel. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ja. Dus ga je blinddoeken. Je laat alles op je afkomen. Ik ga nog meetellen. Ga je eerst blinddoeken? Peter, ben je er klaar voor? Ja, uw orkest zit klaar. We zijn eerst nog een beetje wachten van spelen, dus je speelt. Ik ga meetellen, 1, 2, 3. Op een bepaald moment beginnen ze wel spelen, gaan we gewoon wat er gebeurt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Het is een spook, maar het is echt geen spook, jong. Doe dat doek er maar af. En we vonden achter 10 jaar toch tijd voor een nieuwe pupiter. De vorige begon al wat krekkemikker te staan. En er liggen nog 2 cadeautjes, die ik zou voorstellen. Doe ze nu open. Dus nu open, ik kan ze verder in detail bekijken dan. Maar dan weten de mensen toch al wat dat is. Misschien een keer tonen in de zaal. Dat is een das. Met het logo erop van ons planeet. Staat aan beelden. We hebben nog een 2e cadeautje.
het grote Kramikkel vriendenboek. En dat gaat, dat werd gevuld door muzikanten, sympathisanten van Hans Kramikkels. Daar ga je nog wat leuke leesplezier aan hebben. Bij deze Peter, bedankt voor u voor de bije 10 jaar en we hopen nog 2 jaar op deze boek. Voorzitter, ik kan moeilijk zichzelf in de bloemetjes zetten, maar de muzikanten hebben ook gezegd dat niet alleen Peter, maar ook Chris 10 jaar voorzitter is van Hans Kramikkels. En Chris doet ongeveer alles in de Kramikkels, denk ik, van speeches tot hij doet heel veel in de Kramikkels. Hij is al een keer in een kleine groep in de bloemetjes geweest, maar ik denk dat het ook wel het moment is om ook een keer een luid applaus voor Chris en zijn werk te geven.